Een oorlogsmisdadiger. Een oorlogsheldin, hoe moeten we haar beoordelen? Zichzelf ziet ze graag als een heldin, maar dat willen we vandaag bespreken aan de hand van een gesprek met Gerald Aalders. Goedenavond, Gerald. Goedenavond. Hallo. Het thema is natuurlijk gekozen omdat Willem-Alexander tijdens dodenherdenking aandacht vroeg voor de jodenvervolging. En de rol die zijn overgrootmoeder daarin speelde. En wij willen eigenlijk vanavond een beetje achtergronden over Wilhelmina vernemen van Gerard. Wie was Wilhelmina is de vraag. Mijn naam is Hans Maassen, ik ben voorzitter van het Republikeins Genootschap. En ik ga dus vanavond een gesprek voeren met Gerard Aalders. Gerard, zou jij jezelf ook even willen voorstellen aan de kijkers en luisteraars alsjeblieft? Ik ben Gerard Aalders, zoals je net al zei. Ik ben historicus. Ik heb een jaar of 18 bij het NIOD gewerkt en over velerlei onderwerpen geschreven. Een stuk of 25 boeken inmiddels, waarvan 5 of 6 over het Koningshuis. Dus ik acht me enigszins capabel om op jouw vragen straks te antwoorden. Nou, dat lijkt mij geen probleem te zijn, want je hebt een boek geschreven over Wilhelmina. Met de subtitel Mythe, Fictie, Werkelijkheid, geschreven in 2018. Mede omdat je dat boek zo geschreven hebt en aandacht hebt gevraagd voor Wilhelmina, hebben wij als Republikeins Genootschap je uitgeroepen tot Republikein van het jaar 2018. Dus jij bent de ideale gesprekspartner vanavond. U kunt ons volgen via YouTube en Facebook en u kunt ook vragen stellen in de chat van die beide media. En die proberen we dan mee te nemen in de loop van het interview. Gerard, jij bent deskundige, omdat je dat boek zo hebt geschreven, meer dan 300 pagina's. Was jij verbaasd dat Willem-Alexander tijdens de dodenherdenking de rol van Wilhelmina ten aanzien van de Joden in de Tweede Wereldoorlog aan de orde stelde? Nou, dat hij het deed is natuurlijk wel bijzonder, want iemand van het Koningshuis is eigenlijk niet gewoon om een van zijn voorgangers te beoordelen of de maat te nemen. Dat deed hij in zekere zin wel, hoewel waarnemers wel een beetje overdreven. Want hij heeft er eigenlijk vier woorden aan gewijd. Dat ze eigenlijk wel iets meer had kunnen zeggen over de jodenvervolging tijdens haar radiopraatjes vanuit Londen. Ze heeft tijdens de oorlog, die 5 jaar duurde, heeft ze ongeveer 30 uur lang, dus over 5 jaar oorlog verdeeld, heeft ze praatjes gehouden voor Radio Oranje. En in die praatjes is de Joodse bevolking en de vervolging, eigenlijk niet echt de vervolging, maar het Joodse volksdeel, is 3 keer aan de orde gekomen, meer niet. Maar Willem-Alexander zegt meteen daarna, ontkracht hij eigenlijk zijn eigen verhaal, dat hij dan zegt van ze was standvastig en fel in haar houding vanuit Londen. Nou ja, dan denk ik van standvastig en fel vanuit je houding in Londen. Ik bedoel, wat voor gevaren bedreig je daar? Hoe doe je dat, standvastig en fel zijn? Wat zij wilde was gewoon terugkomen naar Nederland. En dat is haar natuurlijk uiteindelijk ook gelukt. Ja. En ze heeft inderdaad, in die toespraken ging ze wel... Trok ze wel eens van leer, maar nooit zo heel erg hard, want ze was ook bang van als ik nou mensen aanzet tot echt verzet te plegen, fysiek verzet tegen de Duitsers, en er worden mensen gefusilleerd vanwege mijn uitspraken, dan is dat slecht voor het aanzien van de monarchie en dat komt op mij neer, dus dat deed ze niet. Okay. Dus ze was en ze bleef heel erg kalm en tam eigenlijk in haar uitspraken. Ja. Maar jij hebt dat boek in 2018 geschreven. Wat was zij voor een mens vanuit haar de manier waarop ze opgroeide, de omgeving waarin ze opgroeide? Wat had zij voor een karakter, Wilhelmina? Nou, ze had geen karakter waarvan ik zeg van met zo'n vrouw zou ik graag, dat zou mijn vriendin moeten zijn. Ze is niet haar eigen schuld, maar ze is verschrikkelijk opgevoed door haar moeder Emma. Ze had geen vriendinnetjes, vriendjes natuurlijk al helemaal niet, want dat kon helemaal niet. Alles was gericht op het komende koningschap van haar, vanaf het moment dat ze praten kon, of 2, 3 ongeveer. Mensen die op bezoek kwamen, eigenlijk alleen maar volwassenen, die moesten haar met mevrouw en majesteit aanspreken. Ze kreeg ook
school aan huis. Dat waren geselecteerde leraren. Er werd erg veel aandacht besteed aan de glorieuze geschiedenis van de Oranjes. Te beginnen natuurlijk met Willem de Zwijger, Willem van Oranje, de eerste stadhouder die we hebben gehad. En voor de rest was ze eigenlijk, ja, ze kreeg een beetje rechten, ze kreeg een beetje economie, maar en wat talen, hoewel ze eigenlijk niet goed was in talen. Ze heeft ook nooit goed leren spellen. Schrijven kon ze heel erg moeilijk. Ze schreef eigenlijk belabberd. Ze sprak ook niet goed. Van economie wist ze weinig. Van buitenlandse betrekkingen eigenlijk al helemaal niet. Dus ze had eigenlijk geen enkele capaciteit die ervoor pleitte dat ze koningin zou kunnen worden. Maar ja, goed, als je dus in de juiste wieg geboren wordt in Nederland. Ja. Dan, ja, Hugo Brandt-Corstius die zei eens van, het is grondwettelijk bewezen, of het staat in de grondwet dat iedereen, hoe dom ook, koning kan worden als je maar in de juiste wieg geboren wordt. En daar heeft hij dus helemaal gelijk in. Ze was niet het was een, ja, het was een beetje ook een onaangenaam mens, een kort lontje, heel erg, ja, ze werd ook nooit tegengesproken, dat mocht niet. Dus ja, als je nooit geen tegenspraak krijgt, dan word je ook, wat ook je menselijkheid wordt niet echt goed ontwikkeld. En ze dacht, en dat is ook heel belangrijk, ze was supergodsdienstig, overgodsdienstig eigenlijk. En ze dacht dat ze Nederland regeerde samen met God. Dus alle kritiek die op haar leverde, die kwam eigenlijk volgens haar terecht op God zelf. En wie levert er nou kritiek op God? Dat doe je niet. Dus ze was altijd verschrikkelijk boos, kon ook niet tegen kritiek, dat ze dat kregen. En dan zei ze, ja, maar ik weet het toch, ik ben toch Gods gezant op aarde, althans voor het Nederlandse deel wel te verstaan. Dus in de, als er toen een populariteitspool was geweest, was ze niet hoog geëindigd, denk ik. Niet zo hoog als Maxima nu, of als andere leden. Denk niet, nee, niet zo hoog. Mensen wisten het niet, hè? Mensen kenden het niet. Nee, maar je hebt wel het verschijnsel natuurlijk dat het het aanzien van het koningshuis en de eerbied, dat werd er, nou ja, op de lagere school al met de paplepel ingegoten. Ja. Dat was eigenlijk vrij aanzienlijk. En je sprak de koningin, dat was ook een totaal andere tijd natuurlijk. Maar de koningin, die had invloed, die had macht eigenlijk niet, hoewel ze dachten van wel. Maar daar zag je tegenop en daar ging je ook niet tegen in. Dat was een beetje een gegeven van God ook, zo zagen ze dat. Nu was zij getrouwd met Hendrik, een Duitser. Juliana was haar enige dochter. Uiteindelijk heeft ze Juliana gekoppeld aan Bernhard. In de jaren 30, een belangrijke periode uit haar koningschap, kwam de Duitse dreiging op. Wat voor een verhouding had zij? Wat voor een positie nam ze in ten opzichte van Duitsland? Er zijn veel verschillende verhalen over, maar vanwege haar Duitse connecties, natuurlijk haar afkomst, was ze behoorlijk Duits. Hendrik was Duits. De stamvader van de Duits, Willem de Zwijger, die was Duits. Ze had veel contact met de Mecklenburgs, dus de familie van Hendrik. Maar na de oorlog heeft ze altijd gezegd van, dan gaat het vooral over Hitler, hè, en het nazisme. Dat had ze altijd verafschuwd vanaf het pure begin dat Hitler aan de macht kwam. Had ze zich tegen die man verzet. En ik kon er eigenlijk nergens bewijs voor vinden. In alle literatuur zie je steeds weer het verhaal van, ze was verschrikkelijk anti-Hitler, verschrikkelijk anti-Duits, dus anti-Nazi-Duits. En toen heb ik het Koninklijk Huisarchief benaderd en gezegd van, ja, kijk eens, dit wordt er altijd gezegd. En het zou me deugd doen als ik een aantal bewijzen krijg dat het inderdaad zo is. Daar gingen ze niet aan beginnen. Alles stond in Vasseur, die had alles al geschreven. Zijn twee biografieën over twee delen. Over Wilhelmina. Ik zei, ja, maar daar staat het niet in. En ik ben verder gaan zoeken bij Vasseur. En dan verwijst hij naar een ander boek van zichzelf. Maar als je daar dan kijkt op de pagina, dan blijkt dat hij weer naar zichzelf verwijst. Terwijl hij dus niks zegt. Toen ben ik er zelf verder ingedoken en dan blijkt dat Wilhelmina tegen de Loe de Jong heeft gezegd, dus de directeur van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, die heeft veel over haar geschreven in zijn Koninkrijk der Nederlanden. Daar heeft ze zelf gezegd van dat ze vanaf het begin anti-Hitler was, anti-Nazi.
En de Jong, ook overvloeiend van eerbied voor de majesteit, die is er niet tegen ingegaan, die heeft geen goede vragen gesteld. Die heeft dat genoteerd en sinds die tijd is Wilhelmina verschrikkelijk anti-Duits, altijd geweest. Anti-Hitler, altijd geweest en een fabel. Ja, opmerkelijk dan toch dat het Horst Wessellied gespeeld moest worden tijdens het huwelijk van Juliana en Bernhard. Hè? Ja, dat is een van de dingen dat je kunt zeggen van, ja, maar je ziet toch dat het niet zo was, want... Ja. Dat Horst Wessellied werd gespeeld. Van Amrooy, de dirigent. Die weigerde dat te doen. Die man die was standvastig. Nou, die is er meteen uitgegooid. En die werd vervangen door een dirigent die het wel wilde dirigeren. En dat Horst Wessellied is qua tekst heel erg verschrikkelijk. Dat zou je dus als staatshoofd niet op je geweten wilde hebben. Dat het onder jouw beheer is gespeeld. Nu heb jij een belangrijk hoofdstuk in jouw boek gewijd aan de vlucht, mag ik toch wel zeggen, van Wilhelmina naar Engeland. Hoe ging dat nou? Was dat nou vrijwillig of gedwongen? Want dat is toch dat heeft toch een litteken in de Nederlandse geschiedenis achtergelaten. Nou ja, zelf heeft ze... Kijk, om bij het begin te beginnen, die vlucht die is gewoon voorbereid. Samen met de Engelsen. Ze heeft op tijd heeft ze veel geld en effecten naar Londen overgemaakt. Dus het duidt er allemaal op dat ze wel van plan was te vertrekken. Net als Beatrix en Juliana, die gingen trouwens al een dag voor haar, gingen ze naar Engeland. En dan, het verhaal gaat, ze heeft dat ook zelf opgeschreven in haar zelfbiografie. Eenzaam, maar niet alleen. Ze rijdt naar IJmuiden met een kleine kolonne en tot haar grote verbazing ligt daar een Engels marineschip, een marineboot. Daar gaat ze aan boord en ze zegt van, nou ja, ik wil over worden gevaren naar Zeeland, want dat was nog niet bezet. En dat zouden ze dan doen. En dan midden op zee zegt die verdomde Engelse kapitein van, ja, dat gaat niet door, we stomen door naar Engeland. En dat is dan haar excuus achteraf, want ze merkte heel goed dat het heel erg slecht viel. Haar verhaal, dat ze dus... gevlucht was, want ja, er werd nog steeds gevochten op de Grebbeberg. Sneuvelden nog steeds soldaten in haar naam. En wat doet de baas, het staatshoofd? Die gaat er vandoor. Dus dat liep, dat viel heel erg slecht. Dat heeft ze in de gaten gehad. Toen heeft ze nog, toen is er een soort van tegenoffensief begonnen. En gezegd van ja, ze kon niet anders en het was noodzakelijk en het was ontzettend goed voor Nederland en bla bla bla. Maar in mijn biografie over Wilhelmina, of dat boek gaat eigenlijk voornamelijk over Londen. En de achtergronden waarom ze daar naartoe is gegaan, blijkt gewoon glashelder dat ze met voorbedachte raden is vertrokken. Ja, dames en heren, u luistert naar een livestream van een gesprek tussen mijzelf, Hans Maas en Gerard Aalders, auteuren van het boek Wilhelmina, Fictie, Mythe, Werkelijkheid. Ik ben voorzitter van het Republikeins Genootschap die deze livestream organiseert. U kunt vragen stellen in de chat van Facebook en YouTube. Doet u dat gerust. We gaan kijken dat we die op het einde van dit gesprek aan de orde stellen. Gerard, in andere landen, in België en Denemarken, is de koning gebleven. Anders dan in Nederland. In Nederland zijn heel veel Joden vermoord. Meer dan in andere Europese landen. Is er een verband tussen die twee? En hoe werkt dat nou? Hè? Als je nou als staatshoofd, als Wilhelmina vertrekt, dan tref je dus als bezetter, zij is inkort, treft dan een volledig intact overheidsapparaat aan. Is dat anders dan als er was gebleven? Was er dan meer weerstand geweest? Wat voor effect heeft haar vertrek gehad op de manier waarop de Duitsers in Nederland de bezetting konden uitvoeren? Nou, ik denk dat op zich dat haar vertrek niet zo ontzettend veel heeft uitgemaakt voor het verloop van de geschiedenis en het verloop van de oorlog in Nederland. Kijk, Hitler die had zijn plannen met de Joodse bevolking en die had zijn plannen met Europa en die liet zich niet weerhouden door een Leopold in België of een Gustav in Denemarken, dat is niet. Maar wat je Wilhelmina kunt kwalijk nemen is eigenlijk dat zij en ook de Nederlandse regering die met haar naar, trouwens afzonder van elkaar, want ze wisten van elkaar niet waar ze zaten op die dag van de vlucht, dat ze niks hebben voorbereid
voor de ambtenaren die achterbleven om het bestuur dus in goede banen te leiden. Er is wel een soort van verordening geschreven in 38, 39, maar die bleef erg vaag. Duitsland mocht ook niet genoemd worden, want als je dat deed, Nederland was een neutraal land, dan zou je die Duitsers wel eens kunnen beledigen. En dat wil je natuurlijk niet als neutrale staat. Dus ja, dat ze gevlucht heeft. Ik denk dat het op zich voor het verloop van de oorlog in Nederland en ook voor de bevrijding, anders wat altijd wordt beweerd, dat het eigenlijk heel erg weinig heeft uitgemaakt. Hitler deed precies wat hij wilde. Die had zijn plannen en die had ze echt niet door Wilhelmine laten weerhouden. Het is natuurlijk wel een punt dat als ze was gebleven, dat ze dan een beetje voor morele steun had kunnen zorgen aan de bevolking, als ze zich zo nu en anders had laten zien. En eens een keer een dapper woord had gesproken vanuit het Loo in plaats vanuit het verre Londen. Dat had misschien enig effect gehad. Het had wel enig effect in Denemarken, waar de koning zich elke dag op straat vertoonde. En op die manier eigenlijk de Denen een hart onder de riem stak. En dat heeft zij dus niet gedaan. Zij wordt dan wel de moeder des vaderlands genoemd. Maar ja, welke moeder des vaderlands verlaat een brandend huis? Dat doe je toch niet? En dat deed zij wel. Bovendien was het ongrondwettelijk. Het stond in de grondwet dat... het is er nu uitgehaald, maar toen stond er nog in dat de zetel van het koninkrijk niet buiten het koninkrijk mag worden verplaatst. Dus ze had wel naar Batavia gemogen, of ze had naar Aruba, Bonaire, Curaçao, weet ik veel wat, Suriname gekund, maar niet naar Londen. Ja, nou, ze zat dus in Londen. Hoe waren daar de verhoudingen? Zij is op bezoek geweest bij Churchill, ze heeft ook Roosevelt twee keer gesproken, meen ik. Er zat natuurlijk de regering, zij had invloed op het verzet. Wat deed zij in Londen en hoe ging dat daaraan toe? Nou ja, wat ze in Londen deed, dat was voornamelijk afwachten tot de oorlog voorbij was, zodat ze dan weer terugkomt. Ze heeft er eigenlijk heel erg weinig gedaan, behalve dan ruzie maken met de ministers. Daar ging ze heel erg ver in en er was natuurlijk geen parlement om de ministers te controleren en haar te controleren, dus... Dat ging nogal fout, maar ze heeft eigenlijk weinig kunnen uitrichten, want ja, we hadden wel een ministerie van landbouw, maar er waren geen gebieden bij. We hadden wel een ministerie van onderwijs, maar er was geen school te bekennen waarover een minister zijn gezag kon uitoefenen. Dus ja, wat ze deed, dat was wachten. En voorbereiden, dat ze terugkwam, tot ze terugkwam. En ze had het eigenlijk allemaal niet zo in de gaten hoe het ging. Toen ze vertrok naar Engeland, toen dacht ze van... Nou, ik ben met 2 maanden terug in Nederland. Dat bleek niet te lukken. 3 maanden later dacht ze weer hetzelfde. En dat ging een paar jaar zo door. Totdat ze zag van, nou, dit gaat voorlopig niet gebeuren. Ze had dus geen enkel benul van internationale betrekkingen, van internationale politieke verhoudingen. Het contact met Churchill was minimaal. Ze aten 1 keer per jaar, 1 keer bij haar, 1 keer bij Churchill. Dus een bezoek en een anti-beleefdheidsbezoek. Dat was het dan. En ze is 1 keer bij Roosevelt, of 2 keer bij Roosevelt geweest. Maar die nam haar helemaal niet serieus. De eerste keer dat ze, dat vind ik altijd een mooi verhaal, dat ze bij Roosevelt kwam. Toen kwam Roosevelt ten eerste al veel te laat. Dat is natuurlijk ook redelijk beledigend. Maar en toen hij dan 1 keer kwam, en ze zat samen met haar minister van Buitenlandse Zaken, Ilko Kleffens, toen koos Roosevelt ervoor om de tijd die ze hadden, dat was een uurtje, om die op te vullen met grappen, grollen en anekdotes uit zijn presidentiële bestaan. Dus ze wilde graag een gesprek over de oorlog en het verloop en hoe Nederland eruit zou zien na de oorlog. Maar Roosevelt die dacht van, ja, wat moet ik met een mens? Die heeft nergens benul van, die heeft nergens verstand van. En dat bleek ook nog 1 keer weer, dat ze, loop ik misschien iets vooruit, maar dat past hier leuk in, dat ze Roosevelt nog een brief heeft geschreven waarin ze zegt van, ik zou eigenlijk willen dat alle Duitsers in de grensgebieden rondom Nederland, dat die worden vrijgemaakt van Duitsers en die mensen, hele gezinnen,
kinderen in kluis, die moesten worden gedeporteerd naar een of ander oord in Europa, waar, dat maakte niet uit. En dat moest dan deel uitmaken van de algemene capitulatievoorwaarden. Nou, ze heeft er met Churchill over gesproken, die heeft niet gereageerd. Ze heeft Roosevelt 2 keer een brief geschreven en die dacht ook van, ja, kom zeg, daar ga ik verder niet doorheen. Die heeft niet eens geantwoord. Nee, een beetje wereldvreemd alles bij elkaar. Hè? Nou, is er de centrale vraag die nu deze dagen aan de orde is, is Willem-Alexander heeft dus de rol van zijn overgrootmoeder aan de orde gesteld, met name ten aanzien van het Joodse bevolkingsdeel. Willem-Alexander heeft bezoeken gebracht in Israël, Joodse ouderenhuizen en dergelijke. Hij moet iets kwijt. Wat verwijt hij, of wat wordt haar nou precies verweten ten aanzien van het Joodse bevolkingsdeel? Wat is dat? Nou ja, dat is eigenlijk dat ze zich nooit echt geïnteresseerd heeft getoond. Ze heeft zich nooit expliciet uitgesproken. En daar was ook heel expliciet in Henriette Boas. Het was een Engelandvaarster. We kennen haar na de oorlog als een van de meest gedreven brievenschrijfsters van Nederland. Ingezonden brieven. Die was ook een Engelandvader. Die kwam ook bij de koningin op bezoek. Zoals alle Engelandvaders. En daar vroeg ze dan om inlichtingen van hoe is het in Nederland. En hoe gaat het daar? En toen vroeg ze ook aan Henriette Boas, hoe is het met u? En toen zei zij tegen alle regels in, want je mag de koningin, je mag alleen maar ja en nee zeggen. Je mag zelf geen vragen stellen. Die zei van, met mij gaat het goed, maar met de Joden in Nederland gaat het slecht. En toen zei ze van, dat heb ik u niet gevraagd. En toen liep ze door naar de volgende Engelandvraag. Ja. Dus ze wilde niet... Ja, het interesseerde haar misschien wel, maar ze heeft er nooit enige blijk van gegeven. Ja, maar wist zij van de vervolging die plaatsvond? Niet voor niks was dat verkeer met het Engelandspiel op en neer. Dat ze wat inlichting kreeg uit Nederland. Wist zij van de Jodenvervolging? Niet alleen met dit incident wat je noemt. Maar... Ja, ze wist van de razzia's, wist ze natuurlijk. Dat is haar wel, dat is wel doorgezijn. Maar de inlichtingen die ze kreeg uit Nederland, dat was eigenlijk minimaal. Ze had voornamelijk contact met de ordedienst. En de ordedienst, dat waren eigenlijk oud-officieren. En die hadden als doel om de orde in Nederland te bewaren na de bevrijding. Dus die hebben zich niet echt ingespannen over ten tijde van de oorlog. Maar dat was wel haar toeverlaat, steun en toeverlaat op het gebied van de inlichtingen. En ja, uit die hoek, want die mensen die wisten nauwelijks wat er gebeurde, die zaten ook niet in het actieve verzet, kwamen er verkeerde en foute inlichtingen. Dus zij, zowel als de rest van de regering, was heel erg slecht op de hoogte van wat er in Nederland gebeurde. Dames en heren, u luistert en kijkt naar een livestream van het Republikeins Genootschap, een gesprek met Gerald Aalders naar aanleiding van de uitspraken van koning Willem-Alexander tijdens de dodenherdenking over zijn overgrootmoeder Wilhelmina. De vraag is, wie was Wilhelmina? U kunt vragen stellen in de chat van Facebook en YouTube. Doet u dat gerust, we proberen die mee te nemen op het einde van dit gesprek. Wilhelmina heeft op een gegeven moment ook zeg maar als een soort troonopvolger, zou je bijna kunnen noemen, Bernhard gekozen. Hè? Ook als echtgenoot van Juliana. Hij was een hele bijzondere zoektocht. Bernhard wilde maar al te graag. Bernhard was ook een natie, hè? Dat in oorlogstijd. Welke rol, wat was bijzonder mee, hè? Welke rol dichtte zij Bernhard nou met name na de oorlog toe? Hè? Want zij had bepaalde plannen na de oorlog. Nou ja, eerst haar eigen plannen waren om het... En ze dacht dat ze daar... Dat het wel zou lukken. Veel meer macht voor de monarchie. En de macht van het parlement, dat moest... erg worden ingekrompen en moest worden ingebonden. Dus meer macht voor Wilhelmina en minder macht voor de Eerste en de Tweede Kamer. Dat noemde zij vernieuwing. Nou ja, dat was natuurlijk gewoon een terugkeer naar de tijd van voor 1848, dat de koning nog alle macht had. Die richting ging ze uit. En Bernhard, de promotie van Bernhard, met name van hoofd van de Binnenlandse Strijdkrachten, ja, dat waren dan de jongens van de ondergrondse, die verder eigenlijk ook helemaal niks mochten en ook geen deel uitmaakten van het reguliere bevrijdingsleger en er ook niet werden in opgenomen. Wilhelmina die had het afgekeken van Frankrijk, die is natuurlijk een stuk eerder dan Nederland bevrijd.
En daar bleek dat de Gaul eigenlijk zegevierend allerlei plaatsen binnentrok, steden, dorpen, op het platteland. En dat vond ze eigenlijk een fantastisch idee. En nou ja, je ziet dan in Nederland het rare verschijnsel dat Canadezen en Britten en Polen, die jagen de Duitsers stad en land en dorpen uit. En dan even later komt Bernard in een jeep met de jongens in de blauwe overalls en een oranje strik om de band om de mouw. En ja, men is natuurlijk dolgelukkig dat de oorlog voorbij is en ze zien weer een oranje en ze hopen dat het allemaal weer goed komt. Dus die man die krijgt ontzettend veel toejuichingen en ja, automatisch, en dat was ook een beetje, in dat opzicht was ze wel slim, PR-technisch gezien, werd zo een beetje de indruk gewekt dat Nederland door Oranje was bevrijd. Maar Nederland heeft daar eigenlijk part nog deel aan gehad. We hadden alleen de Prinses Irene Brigade. Die bestond uit pakweg 1100, 1200 man, 1200 soldaten. En die is niet op 6 juni geland in Normandië, maar die kwam pas in augustus aan land in Frankrijk. Dus ja, de invloed van die 1000 man op de bevrijding van Nederland, dat is eigenlijk vrij nihil. Maar ze heeft het wel zo weten te plooien en te brengen dat, ja, dat Bernard eigenlijk als overwinnaar werd gezien. Hij was ook aanwezig bij de overgave in Wageningen, waar hij eigenlijk alleen maar zat voor een leuke fotoshoot, want de regelingen die waren bekend. En voor de rest mocht hij niks, hij hoefde ook geen handtekening te zetten. Dat ging gewoon tussen de geallieerden en de overwonnen Duitsers. Maar alles dus voor de PR, voor dat plaatje, daar had ze wel gevoel voor. En ja, de monarchie moest natuurlijk terug en steviger in het zadel komen dan ooit tevoren. En dat is haar, moeten we constateren, achteraf behoorlijk goed gelukt. En zij heeft ook actief gewerkt aan haar eigen mythevorming. Hè? Ze heeft een eigen boek geschreven. Ik begreep van Kander en zo, maar zij heeft archiefmateriaal vernietigd bewust. Klopt dat? Ja, heel veel. Ze heeft de kachels hoog opgestookt op het Loo, waar ze dan woonde, bij Apeldoorn. En alles wat nadelig was, wat het Koningshuis in een slecht aanzien kon plaatsen, al die stukken die moesten worden vernietigd. En nou ja, ze stookte die kachels niet zelf, daar had ze haar secretaresses voor die dat deden. Maar ze is heel erg wel bewust bezig geweest met het vernietigen van documenten die een negatief licht op haar en haar regering in Londen konden werpen. Maar is dat dan ook eigenlijk 75 jaar lang effectief geweest, dat we nu pas, zeg maar, door een Oranje zelf vragen gaan stellen over haar rol? We hebben de musical Soldaat van Oranje, hè, waar zij altijd een prominente rol in speelt. 3 miljoen mensen hebben die bezocht. Over mythevorming gesproken, dat is toch... Hoe kan dat in een land als Nederland? Hè? Dat vragen wij als Republikeinen natuurlijk überhaupt af over de Oranjes. Maar dat zo'n vrouw, hè, die zo'n omstreden karakter heeft, zo'n omstreden rol heeft gespeeld in de Tweede Wereldoorlog, antidemocratisch, heulend met de nazi's, 75 jaar lang aanbeden is door dit land, als de moeder des vaderlands. Hoe kan dat, Gerard? Ja, heulend met de nazi's, dat is niet het juiste woord, denk ik. Dat heeft ze niet gedaan. Maar ze heeft zich ook nooit, in de tijd dat Hitler aan de macht was en Nederland nog niet bezet, heeft ze zich teweer gesteld. Dat kon ze niet doen, vond ze, omdat Nederland een neutraal land was. Maar ja, na de oorlog, ik denk dat, nou ja, dat hebben we natuurlijk te danken aan de voorlichtingsdiensten die we hebben, ook heel erg aan de pers. Prins Bernhard die heeft een ongekend populaire rol gespeeld na de oorlog met zijn zakenreizen. Ik heb daar een boek over geschreven, dat stelde dus echt helemaal niks voor, net zo min als de zakenreizen van Willem-Alexander. Goed doen voor Nederland, dat is allemaal propaganda. Maar in het bedrijven van propaganda, het creëren van een beeld wat niet klopt, maar wat hen wel ontzettend goed uitkomt, daar zijn ze verdomde goed in. Dat kunnen ze echt heel erg goed. Mm-hmm. En nou ja, voor de mens die normaal, tenminste dat vind ik dan, ook als een republikein, nadenkt. Kijk, die opmerking van Willem-Alexander, hij geeft in vier woorden een beetje kritiek op zijn, en dat is misschien ook nog wel gemeend, op zijn overgrootmoeder Wilhelmina,
om er meteen weer aan toe te voegen. En dan ontkracht hij alles weer. Maar ja, ze was toch fel en onverzettelijk in haar verzet vanuit Londen. En dat is een verhaal dat is eigenlijk door Lou de Jong van het NIOT is dat als eerste opgeschreven. En het is bestendigd en herhaald en telkens weer opnieuw opgeschreven zonder dat iemand naar de bron keek van ja, maar waarop baseren we dat? Nou, ik heb dat in het Wilhelmina boek wel gedaan. En daar is geen enkele grond voor. Die grond die is er niet. Dus het is een compleet raadsel waarom zij die enorme populariteit heeft bereikt. Want ook die praatjes vanuit Londen, die zouden dan ons door de oorlog hebben gesleept. Nou ja, goed, het was voor een deel, de zender werd gestoord, een boel mensen hadden geen radio. Het werd wel via illegale krantjes een beetje verder verspreid. Maar je kon natuurlijk ook, wat een boel mensen deden, die luisterden dan naar de BBC. Dan was je beter op de hoogte van het verloop van de strijd dan wanneer je naar Wilhelmina luisterde. En sommigen luisterden natuurlijk ook naar Radio Berlijn. Want als je een beetje tussen de regels door kon luisteren bij de Duitse zenders, dan wist je ook wel dat het voor de Duitsers niet goed liep. Dus als je al die dingen een beetje kon combineren, en het waren genoeg mensen ook die dat deden, dan had je best wel een idee van de oorlog, hoe dat verliep. Maar ons wordt steeds maar weer ingepeperd en voorgehouden van nee, als we Wilhelmina niet hadden gehad, dan ze heeft ervoor gezorgd bij Churchill en bij Roosevelt dat wij bevrijd werden. Ja, dat is natuurlijk een Rijnse flauwekul. Kijk, we hebben Denemarken genoemd, België genoemd, er zijn de koningen niet vertrokken, die werden net zo goed bevrijd. Maar je kunt natuurlijk als geallieerd leger die de Duitsers wil verdrijven, kun je geen pockets overal achterlaten. Dus stukken gebied waar de Duitsers er nog voor het zeggen hebben, omdat daar toevallig een koning is blijven zitten. Ja. Het is gewoon onzin. Ja, dames en heren, u luistert tot slot nog even naar een livestream van het Republikeins Genootschap, een gesprek met Gerard Aalders. Overigens, Gerard, jij zegt altijd, ik ben als eerste plaats historicus. Hè? Jij analyseert feiten. En ja, dan ben je ook nog republikein daarna. Maar dat stoort jouw zoektocht naar feiten niet. Ik denk dat belangrijk is te zeggen. Jij wordt hier geïnterviewd als historicus. En dat je toevallig ook nog republikein van het jaar bent geworden. Dat is dat bijzaak. Mag ik het zo formuleren? Ja, en het voordeel dat ik niet alles met een oranje sausje overgiet zoals de meeste historici dit doen. Ja, dat brengt toch een beetje perspectief. Nou vraag ik even aan de regie, er zijn wat vragen binnengekomen, of we die kunnen zien. Ja, kijk eens. Klopt het dat Bernard tijdens de oorlog contact heeft gehad met Hitler en zo? Ja, wist Wilhelmina daarvan? En waar ging dat contact over? Hoe heette die brief ook alweer? Dat was een brief, hè? De stadhoudersbrief. Ja, de stadhoudersbrief. Hoe zat dat? Dat zat knap ingewikkeld. Het is ook, die brief die zou geschreven zijn in april 1942. En Hitler zou zich dan hebben aangeboden als stadhouder, zeg maar bestuurder van Nederland. Dus ja, Bernard. Saint-Inquart, die kon dan mooi terug naar Oostenrijk. Die kon naar huis en dan Bernard die zou het overnemen. Nou, voor die brief is geen schijn van bewijs. Ik heb wel helemaal uitgezocht waar het verhaal vandaan komt. Het staat in mijn boek Leonie, dat is dit voor of afgelopen najaar weer opnieuw uitgekomen. Er staat de hele achtergrond in hoe dat verhaal. Leonie, dus ik zeg altijd mijn Leonie, de spionne, Duits-Nederlandse spionne, die zou het verhaal hebben gehoord van Schoengart, en dat was de baas van de Duitse politietroepen in Nederland. En Schoengart die was al ter dood veroordeeld in Duitsland. Die zou worden opgehangen in Hamelen. Maar is nog even naar Nederland uitgewisseld om allerlei vragen te beantwoorden. En toen is Leonie Brandt, zoals mijn spionne heette, die heeft hem ook ondervraagd. En die zou toen hebben gezegd van, nou ja, dat die brief inderdaad bestond. En toen ik dat boek had gepubliceerd, toen bleek dat die secretaresse van Leonie nog leefde, die dat verhaal had opgeschreven. Dat was trouwens ook een gevangene. Maar die was dan aangesteld, gebombardeerd als secretaresse. En die heb ik gevraagd. En ik wilde haar niet op het verkeerde been zetten. Wat zei Schoengart? Maar
Hoe ging dat in zijn werk? Vroeg Leonie iets of vertelde Schoengaard iets spontaans over die stadhoudersbrief? Nou, dat kon ze zich niet herinneren. Ze wist alleen nog dat het genoemd was en dat Leonie toen had gezegd van dat de stadhouderbrief, dat hij dat vertaald moest worden met stadhoudersbrief. Maar er zijn ook verhalen, en nu wordt het weer misschien iets te lang, dat de Duitse abweer, dus de Duitse militaire inlichtingendienst, over alle Europese vorstenhuizen rare verhalen heeft verspreid om ze in een slecht daglicht te stellen. Dat is natuurlijk propagandistisch, is dat mooi. Maar het verhaal, of de brief zou nog geschreven kunnen zijn door Pantulitschef, dat was de stiefvader van Bernard. En die zou er bepaalde bedoelingen mee hebben gehad. Maar het is allemaal. Goed. Het is onduidelijk. En ik zeg altijd van, de brief zelf is het bewijs en die hebben we nooit gevonden. Goed, laten we nog één vraag nemen. Zijn er in het archief bewijzen dat Wilhelmina weigerde vluchtelingen op te nemen nabij het Loo? Ik meen dat er zou een kamp komen. Hè? Dat is uiteindelijk Westerbork geworden, maar dat zou eerst in de nabijheid van Apeldoorn gehuisvest worden. Hoe zat dat? Nou ja, dat was na de Kristallnacht, 38 wil ik even vanaf zijn. Toen kwam er een enorme stroom vluchtelingen van Duitsland op gang. En toen stelde de minister van Binnenlandse Zaken, die ging daarover, die stelde voor om een vluchtelingenkamp in de buurt van Apeldoorn op te lichten. Dus eigenlijk op de Veluwe. En Wilhelmina werd ook op de hoogte gesteld, maar die was, zoals gebruikelijk, mensen was ontzettend veel op vakantie. Dus ook die keer zat ze op vakantie in Zwitserland. En heeft toen per omgaande laten weten dat ze daar niet van gediend was. Ze wilde geen vluchtelingen in haar achtertuin. Maar de Veluwe was natuurlijk vrij groot, maar dat wilde ze niet. En dus met de kom tegen de krip, geweigerd. En de minister die trok meteen het voorstel Veluwe in. En nou ja, toen is het Westerbork geworden in Drenthe. Veilig ver weg van de Veluwe en het Loo. Het begin een beetje van een geschiedenis die zich de hele oorlog heeft voortgezet. De relatie tussen Wilhelmina en de Joden. Gerard, hartelijk dank voor dit gesprek. U luisteraars en kijkers ook allemaal hartelijk dank dat u dit gesprek heeft gevolgd. U kunt zich abonneren op de YouTube-pagina van het Republikeins Genootschap. Kijkt u daar even op. Ik wens u allemaal een fijne avond en we hopen tot de volgende keer. Nogmaals bedankt Gerard en u bedankt luisteraars en kijkers. Tot ziens. Tot de volgende keer.